Nou, we gaan alweer naar de laatste spreker. Dat is Colette Kuipers van de Juridische Hogeschool Avans en Fontis. En zij is lector recht en digitale technologie. Colette? Ja, dankjewel voor deze introductie. Ik wacht heel eventjes tot de PowerPoint ook echt begint. Daarop is de titel van mijn presentatie te zien. Leren innoveren is het doel en verbinden is het middel. Ik kijk even naar de techniek, want bij mij zie ik nog steeds niet dat de presentatie gestart is. En dat lijkt ook nog even te duren. Ja, daar is hij in beeld. Leren innoveren is het doel en verbinden is het middel. En nou moet ik nog even wachten tot de functionaliteiten doet dat ik naar de volgende slide kan gaan. Oh, dan moet ik eventjes request control. Ja, laten we kijken of het nu werkt. Even kijken of het hier werkt. Altijd even wennen met een elektronische omgeving. Maar hij gaat niet. Ja! Want nou ja, dit ben ik. Of tenminste, dit is hoe ik mij voelde toen ik genomineerd werd voor Lector van het Jaar. Ik voelde me echt zo blij als een kind. Ik las de voordracht en ik moest enorm blozen. Maar er ontstond ook wel een beetje een lichte paniek bij mij. Want ik ben nog niet eens halverwege mijn lectoraatstijd. Er zijn nog zoveel dingen die ik wil doen, die ik moet doen. En eigenlijk nog zo weinig bereikt. Tenminste, dat was mijn gevoel. En alles wat er is bereikt heb ik te danken aan verschillende teams van fantastische mensen om mij heen. Mijn kenniskring, leden, inmiddels zie ik een grijs beeld, dus het is een beetje verwarrend, het zal direct wel goed komen. Mijn kenniskringleden, het ontwikkelteam van de Minorecht en Digitale Innovatie, alle fantastische mensen waarmee ik mag samenwerken. En dat dwong mij eigenlijk om na te gaan denken van wat is dan mijn rol daarin? En waarom heb ik dan dus blijkbaar toch die nominatie verdiend? En ja, zo kwam ik dus eigenlijk op leren innoveren is het doel en verbinden is het middel. En die verbinding die begint voor mij op de universiteit en tussen het hbo. En helaas doet mijn PowerPoint het weer niet. Ja, daar is die. Want ik ben eigenlijk sinds mijn 18e kun je zeggen opgegroeid in de universiteit. En soms stoorde ik me binnen de universiteit eraan dat er soms, ja, minderwaardig is misschien een groot woord, maar toch een beetje neerbuigend werd gedaan over het hbo. En toen ik bij het hbo aan de slag ging, toen kon ik me niet eraan onttrekken dat ik af en toe het idee had van, goh, het lijkt wel een Calimero-syndroom. Terwijl juist die verbinding tussen de universiteit en het hbo zo mooi kan zijn. En zeker in specialistische rechtsgebieden, waar op de universiteit vaak alleen maar ruimte is voor een eenjarig masterprogramma, en je dus door samenwerking zo ontzettend veel meer kunt creëren. Want door het ontwikkelen van een minorecht en digitale innovatie op het hbo, creëren we eigenlijk in een heel traditioneel rechtsgebied, waarvoor het vaak noodzakelijk was voor studenten om door te groeien naar de universiteit, een mogelijkheid om juist een heel mooi op zichzelf staand hbo-profiel te hebben. Ja, voor die studenten die dan toch door willen groeien naar de universiteit, is het een enorm mooi voorportaal naar de Master Law and Technology. Dus zo hebben we die verbinding gezocht. En de volgende verbinding zit hem in de rechtsgebieden, recht en technologie. En ik zou weer door willen naar de volgende slide, maar helaas werkt dat niet. Ja, recht en technologie. Dus binnen mijn vakgebied ligt al die prachtige verbinding van twee domeinen. En ook op het hbo zie je gelukkig dat er de laatste jaren steeds meer aandacht komt voor de noodzaak om na te denken, ook vanuit een juridisch perspectief, over de technologie. Maar wat dan een beetje jammer is, vind ik, is dat eigenlijk alleen maar gekeken wordt vanuit het eerste perspectief, of vaak gekeken wordt vanuit het eerste perspectief, en dat is het perspectief van legal tech. Dat zou nu weer op mijn slide moeten verschijnen, van hoe kan technologie impact hebben in het juridische beroep? Dus in een uiterst scenario wordt dan altijd gezegd van, oh, als de mens maar niet vervangen gaat worden door een robot. Maar er zijn nog twee andere hele belangrijke perspectieven binnen recht en technologie. En één daarvan, dat zou nu op de slide moeten verschijnen, is de impact van digitale technologie en de regulering van digitale technologie. En
Ja, ik denk dat Johan en ik maar eens een keer een kopje koffie moeten drinken samen. Want de voorbeelden die hij noemde, de corona-app, online proctoring, waar ik toevallig net een artikel over ingeleverd heb, over de toets van online proctoring aan artikel 8 van het EVRM. Maakt dat nou inbreuk op de privacy van de student? Ja, dat zijn gewoon hele belangrijke en interessante vragen. En het gaat echt niet alleen om privacy. Bijvoorbeeld de vraag rondom de intellectuele eigendomsrechten. Als je een intellectuele eigendomsrecht hebt op een test van corona, moet je dat dan niet delen in tijden van crisis? En mag een overheid ons zomaar gaan verplichten om met een mobiele telefoon op zak te gaan lopen en altijd onze Bluetooth aan te hebben? Mega interessante vragen. En het derde perspectief moet ook zeker niet over het hoofd gezien worden, want technologie reguleert ook. Technologie wordt een reguleringsinstrument. En misschien ook wel strikter dan wetgeving. Want als iets niet kan in de technologie of als iets moet in de technologie, is het vaak veel moeilijker om daarvan af te wijken. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan dat paar groene schoenen wat je vorige week ook gezocht hebt om misschien te kopen en toch maar hebt laten liggen in je winkelmandje. Het is niet vreemd dat die je blijven achtervolgen. Want ja, het is toch een manier om jou te sturen van hey, een herinnering, daar zijn ze weer, die schoenen. Misschien wil je ze nu wel kopen. En dan wil ik naar de volgende slide. Ik zeg dat elke keer omdat er iemand op de achtergrond mij helpt. Ik kan hier nog uren over praten, want er zijn zo ontzettend veel interessante vragen binnen dit rechtsgebied. Maar ja, ik heb maar 10 minuten, dus ik verwijs jullie graag naar mijn lectorale reden, de jurist digitaler. En ja, daaruit blijkt eigenlijk ook mijn missie of mijn opvatting dat ik denk dat de jurist van vandaag beter om moet kunnen gaan met digitalisering, beter om moet kunnen gaan met digitale middelen, maar vooral ook een vertaler moet kunnen zijn van het recht naar een wereld die steeds digitaler wordt. Dus eigenlijk een vertaalslag kunnen maken van wat betekent het recht nu voor andere disciplines, voor maakdisciplines, zoals bijvoorbeeld techneuten. Nou, en dan komt eigenlijk de vraag van ja, leren innoveren. Van hoe gaan we dat dan doen? Want juristen zijn natuurlijk heel traditioneel, heel erg gewend aan ja, wetboeken, aan boeken, aan zenden. Dus ja, dat vergt dan na gaan denken van hoe gaan we leren innoveren? En dat is een volgende slide. Dat is iets wat ingezet is ook op ja, landelijk hbo-niveau. We moeten dat onderwijs aan gaan passen. Dus vanuit de docenten, vanuit curriculumcommissies, ligt de opdracht om eigenlijk, en dan een paar keer klikken graag, want dan komt er wat meer in beeld, dat we onderwijs veel meer praktijkgestuurd moeten maken, student centraal moeten maken, en dat de docent veel meer moet gaan werken als een coach. En wat wij vooral gedaan hebben, is heel erg te raden gaan bij het werkveld. Ik ben echt op zoveel plaatsen gaan vragen van werkveld, waar hebben jullie nu behoefte aan? Wat moet zo'n nieuwe jurist, zo'n hbo-jurist, digitale technologie of digitale innovatie, wat moet die jullie nu kunnen bieden? En hoe kan die zich profileren en onderscheiden van de wo-jurist, waar jullie vaak normaliter mee in zee gaan? En toen kwam het werkveld eigenlijk heel sterk met twee uitgangspunten. En dat was van ja, we willen nog steeds die solide basiskennis, dus dat beetje traditionele blijft er bij de jurist ook wel in zitten. Maar ook vooral als tweede stap een enorme praktische toepassing. En ja, vanuit deze gezichtspunten zijn we gaan werken aan de minor. En toen kwamen we tot de conclusie dat de minor eigenlijk op 5 domeinen moet rusten. Dan mag er weer even geklikt worden. Legal tech, privacy, intellectuele eigendom, risicomanagement en contracten. En dat hebben we vormgegeven in 2 blokken. Het eerste blok ziet vooral op het bieden van die kennis. Maar dan wel een stukje handreiking van ons, toch een stukje die colleges, maar dan vaak interactief of online of met gastdocenten. En dan vooral de student daarna zelf met die materie aan de slag zetten en dat dan weer terug aan ons te laten presenteren. Dan wel in woord, dan wel in geschrift. En het tweede blok, en dan mag er weer een paar keer geklikt worden, gaat dan echt over de praktijk waarin we de studenten met de opgedane basiskennis echt met een individuele opdracht en een praktische opdracht uit het werkveld ja, eigenlijk te veld sturen. En daar hebben we weer de verbinding gelegd met een hele mooie praktijkpartner, de Minor Data Driven Business Lab. En nou, dat is echt voor ons een super partner geworden. Want wat zij doen is echte praktijkopdrachten, dat mag weer een paar keer geklikt worden, die aangeleverd worden door praktijkpartijen. Daar gaat een groep van studenten van de Minor Data Driven Business Lab mee aan de slag. En wat wij daar nu naast gezet hebben, is dat onze studenten daar juridisch advies gaan geven. Dus onze studenten worden eigenlijk in opdracht genomen door de studenten van DDBL.
En zij gaan adviseren hoe die innovatie nu op een juridische en ethische verantwoorde wijze vorm te geven. En dan mag er weer even geklikt worden. En nog een keertje. En het mooie daarvan is dat we de studenten daarbij dus zelf laten sturen op het resultaat. Wij schrijven niet voor van dit moet er uit jullie opdracht komen. Nee, dus onze studenten gaan in gesprek met de technische studenten. Gaan identificeren wat zijn jullie problemen. Wat hebben jullie vanuit een juridisch perspectief nodig. Is dat algemene voorwaarden, een privacy policy. Ja, dit is een voorbeeld dat eruit kwam dat de technische studenten zeiden wij zouden zo graag wat meer weten over die algemene verordening gegevensbescherming. Ja, en in plaats van dat ik dan een gastcollege ga geven, hebben onze eigen studenten, beide technische studenten, gastcollege gegeven in de AVG. En dat was dus niet iets wat wij voorgeschreven hebben, maar iets wat uit de studenten zelf kwam waar de behoefte lag. Even kijken, de volgende slide. Ja, en dan de tweede stap is het leren innoveren. Want leren innoveren kun je op twee manieren lezen uiteraard. En dat is eigenlijk ons andere doel, om studenten te leren hoe je nu maatschappelijk verantwoord moet innoveren. En dan kun je maatschappelijk verantwoord uitleggen van, nou ja, met rekening houden met belangen van anderen, rekening houden met belangen van de samenleving, de maatschappij, van het milieu. Maar het gaat natuurlijk ook om financiële belangen. Als jij een product of een dienst ontwikkelt die niet voldoet aan de standaarden van de wet, dan kun je misschien helemaal niet tot de markt toetreden. Of als je tot de markt toe kan treden, maar je gebruikt het product of de dienst vervolgens niet conform de regels, dan ben je misschien blootgesteld aan enorme hoge boetes of schadeposten. En ook als de consument je product of dienst niet accepteert, ja, dan kun je ook geen financieel gewin halen. Dus verantwoord innoveren speelt wat mij betreft op beide vlakken. Nou ja, en in dat verband heb ik weer verbinding weten te vinden, gelukkig met een groep gelijkgestemde onderzoekers, die zich verenigd hebben in een groepje technofilosofie. En ja, wij geloven dus allemaal dat we vanuit allerlei verschillende disciplines veel meer na moeten denken over die impact van technologie. En daar hebben we een tool voor ontwikkeld, de Technology Impact Cycle Tool. En deze tool helpt daarbij. Die helpt studenten, maar misschien ook breder ontwikkelaars in het veld, om de juiste vragen te stellen bij de ontwikkeling van technologie, om een breder beeld te krijgen over die impact van de technologie. En ere wie ere toekomt, dit is allemaal onder de bezielende leiding van Drens van der Vorst. En nou ja, de volgende slide laat dan zien in wat voor type domeinen deze vragen opgesteld zijn. En per domein kun je dan een aantal vragen beantwoorden over de technologie die jij aan het ontwikkelen bent. En als je dat allemaal netjes invult, dan krijg je eigenlijk aan het einde een heel rapport over waar je allemaal rekening mee moet houden bij de ontwikkeling van deze technologie. Even kijken, de volgende slide. Ja, nou ja, er waren weinig restricties aan deze presentatie, alleen het moest binnen 10 minuten en we moesten komen met een uitsmijter. Dus nou ja, bij deze mijn uitsmijter. Ik denk dat we verder komen als we allemaal buiten onze comfortzone durven te stappen en de verbinding durven te zoeken met disciplines die misschien in eerste instantie niet zo voor de hand liggen. Maar ja, als je dieper graaft waar je ontzettend veel van kunt leren en waar je ontzettend interessante verbindingen kunt leggen. Ga die verbinding dan ook aan, zoek die verbinding. En laat je niet weerhouden door wat ik dan noem practicalities, door ja, kleine dingetjes, roosters of ECTS of afstand of... Nee, ga er gewoon voor, ga het gewoon doen en leer ook van het proces van het doen. Het gaat niet meteen perfect, maar juist leren innoveren. Het gaat beter door ervan te leren. Ja, en dan wil ik graag afsluiten met de organisatie ontzettend te bedanken voor alle goede zorgen voor deze mooie nominatie. En waarbij ik er nogmaals op wil wijzen dat ja, die nominatie eigenlijk toekomt aan een heleboel mensen ja, die dit mogelijk maken. Dus bedankt iedereen. Jij dankjewel, Colette. Ik denk dat je niet half beseft wat voor mooie dingen je allemaal doet als je zegt dat je de nominatie wat verbaasd over was. Want ik vind het echt heel knap hoe je in zo'n relatief traditioneel werkveld toch zo innovatief weet te zijn. Ik zag nog wel een vraag, vond ik een leuke vraag. Moet je bij studenten ook ergens doorheen? Want die verwachten misschien ook wel een beetje dat traditionele. Of komt jouw onderwijsaanbod echt als een geschenk uit de hemel? Nou, dat vind ik echt een hele erg leuke vraag. Want we hebben nu de MIMO 2 keer gedraaid. En de eerste keer was het voor studenten echt heel erg wennen. En één student die omschreef dat heel mooi. Die zei van normaal krijgen we en de inhoud op een presenteerblaadje en de structuur. En wat jullie nu in één keer van ons vragen is dat we en een heleboel zelf moeten werken aan de inhoud. En ook nog eens een keer die structuur zelf in moeten plannen.
Want ze krijgen allerlei opdrachten, maar ze doen die opdrachten in verschillende groepjes, soms individueel. Die hebben allemaal verschillende deadlines. Dus dat vonden ze ontzettend wennen. En dat hebben we ook wel mee moeten nemen weer als leerproces. Ik bedoel, ja, ik ben niet zo bang om het af en toe een keer fout te doen. En als een student met een goed argument komt van ja, dit is echt te veel. Of ja, dit krijgen we niet rond in de planning. Dan ga je om de tafel. En dat is ook leren innoveren. Van om samen te kijken van hoe werkt het wel. En ja, het mooiste compliment vond ik dat er in het begin van, van de Mino enorm gemopperd werd. En studenten echt wel tegen problemen aanliepen. En aan het einde van de Mino, toen we uiteraard afsloten met een drankje toen het nog kon. De eerste run van de Mino. Ja, dat toch een heleboel studenten zeiden van ja, ik heb hier zoveel meer van geleerd. En het was zo leuk om echt in een project samen te werken. En ja, je leert zulke andere skills. Ik bedoel, ja, het uitvechten van hoe moet het project er precies uitzien. En ja, dat de technische studenten soms iets hadden van ja, nou ja, we gebruiken alleen maar open data. Dat zijn geen persoonsgegevens. Van alleen die stel aangaan van ja, maar vanuit juridisch perspectief is dat wel zo. En ja, dus dat was toch wel het mooiste compliment. Ze hebben echt geworsteld en ja, ik heb soms ook best met ze te doen. Maar ja, je moet ze wel voorbereiden op een arbeidsmarkt die dat van ze verwacht. Ja, geweldig dat jij zo door die grenzen breekt en mensen durft uit hun comfortzone te halen en verbindingen weet te leggen. We moeten helaas door, want we lopen uit de tijd. Ja, technologie staat ook niet voor alles. Dankjewel voor deze hele mooie presentatie.